Het is tijd om Paramaribo te verlaten, de stad uit, het binnenland in. Op de mooiste plekjes uit deze vlog zijn het niet de bijzondere dieren of de gigantische bomen die indruk maken, en zelfs niet de fantastische zonsondergangen, maar de totale stilte. Als de cicades eindelijk even stoppen, hoor je alleen nog de zachtjes ruisende rivier. En verder is het stil. Goedemorgen. Mijn wekker stond per ongeluk nog op de tijd van gisteren, 6:30 of zo. Dus ik heb even de zonsopgang meegepakt per ongeluk. Maar het is zo verschrikkelijk mooi hier nu. Het is niet te beschrijven en ik kan het niet echt vangen op de camera, maar ik ben sprakeloos ervan. En omdat het zo vroeg is. We hebben heerlijk ontbeten en nu gaan de jongens op piranha's vissen met stukjes kip. Piranha's schijnen heel lekker te zijn, alleen ze hebben nogal veel graad, dus je kan ze beter in de soep doen. En ze zijn een beetje moeilijk van de lijn te halen. De wielen zitten er nog onder. Die van ons dan, die niet. Het is alleen nu eventjes 68 graden in de auto. We zijn er thuis, Rottie eten. Bij de houttuinen, waar we eerder deze week ook al gegeten hebben. Er is ook een zwembad en ons eigen zwembad is, zoals je misschien zag, een beetje groen geworden. En het is hier heel chill en rustig, totdat wij kwamen. Zit een vleermuis boven. Ga hem proberen te vangen. Hij stinkt. Oh! Vul je tegen je hand? Oh ja. Maar hij houdt niet van licht juist. Hij is weg. Dan gaat het stranddagje. Zoals je misschien wel of misschien niet hebt gezien, hebben we even een paar dagen lekker gechilled hier in het huis. Echt niet zo heel veel gedaan. Lekker in de hangmat gehangen, een beetje podcast geluisterd, boekjes gelezen. Maar vandaag is eigenlijk die laatste luierdag, want morgen gaan we uit het huis.
beginnen we aan een vijfdaagse jungle tocht. En wat bijzonder is vandaag, Jesses en Vins grote broer Beer komt vandaag met zijn vriendin Kirsten. En die worden nu opgehaald van het vliegveld. Hoe vind je dat Beer en Kirsten eraan komen? Gezellig. Hoe vind je dat Beer en Kirsten komen? Met het vliegtuig. Beer en Kirsten zijn gearriveerd en om dat te vieren gaan we lekker eten in de stad. Oké, vandaag is de dag. We verlaten dit mooie, comfortabele huis met het fantastische uitzicht. Ik heb er aan de ene kant wel zin in, aan de andere kant zie ik er een beetje tegenop, want ik vind het wel spannend. Ja, let's go. Gaan we heen naar de eiland. Spannend. Heb je er zin in? Leon Vrede. Als ik van hier rijden richting Bronsweg. Bronsweg is een dorp voor de Saramakaanse mensen. Brownsburg Natuurpark is een natuurreservaat ongeveer 100 kilometer van Paramaribo. De heuvel is 400 meter hoog en bedekt met tropisch regenwoud. Brownsburg is prima te bereiken met de auto als je een goede chauffeur hebt. We rijden nu richting de Brownsburg. Het klinkt al als de jungle en we hebben al apen gezien. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Uitzichtje hoor. En nu gaan we een stukje wandelen naar watervallen. Het was heel mooi bovenop de berg en heel erg lekker koel in de waterval. Ik voelde me wel een beetje een toerist, maar dat zijn we ook. Maar we gaan niet slapen op de berg, want daar is het heel primitief. We gaan hier slapen op Stone Island, wat ook weer in het Brokopondo meer ligt. Dus het lijkt ook een beetje op Matu Island. Canto, mami, de.
lekker, hè? Goedemorgen, het is weer super mooi hier aan het Bokkenpondelmeer. Ik ben op tijd opgestaan om de zonsopgang te zien. Ook omdat ik niet meer kon slapen, want de stroom was weer eens uitgevallen. Dus de ventilator deed niet meer. Het is vandaag woensdag. We gaan zo weer een flink stuk rijden, volgens mij. En dan gaan we varen verder binnenland in. Fuck. Ik doen. Hoi. Kratje. We zijn aangekomen in Atjoni, hier vertrekken superveel boten naar overal nergens. We gaan eerst even eten bij Tante Anna's keuken. Als ik mag gokken, ik denk nasi met kip. Atjoni ligt onder het Brokkenpondelmeer en het is het laatste dorp dat over de weg te bereiken is. Want nu gaan we verder met de Koryaal over de rivier. Met onze gids Cleon en de bootsman varen we in ongeveer 3 uur naar Jungle Resort Pink Bay. Een bootje de stroomstelling op. Ik vind het lullig, maar ik denk ook, this could be us. Ik kan ook zien hoe goed ze dus wel de boel onder Een paar uur later zijn we aangekomen op Pink Bay Island. Het was een best wel pittige tocht met veel stroomversnellingen. Maar we hadden gelukkig de allerbeste schipper ever. Zoals je misschien kon zien heeft hij zelfs nog een andere boot geholpen die helemaal werd meegezogen in de stroomversnelling. Omdat de motor stuk was. Ik vond het allemaal weer behoorlijk spannend, maar het ziet hier wel heel tof uit. En we slapen hier in deze lodge. No film, no video. Ja, zo werk hier in de binnenlaag. Gaan we doen? Swim on. Jij hebt nog niet in een rivier of zee of meer gezwommen? Nee, maar hier zijn rots. Dus dan zijn er geen slangen? Kijk eens. Ik sta op een rot midden in de Suriname rivier. Ik heb een piranha gevangen. Kijk, hè. Die is ziek! Ik word meegesleurd in de stroming! Hulpie! Er zitten hier op Pink Bay veel beesten, maar je hebt ook het allerlekkerste zwemwater. Slapen een beetje primitief, maar je hebt wel de allermooiste sterren. Hopelijk heb je genoten van mijn avonturen in Suriname tot nu toe. Dit zie je volgende keer.
Veel donkerder dan dit wordt het niet. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het heel erg waarderen als je dat nu even doet. Je kunt me ook volgen op Instagram. En tot de volgende keer. Hoe heet die ook alweer? Atoni. Pink Pay, toch? Pink Pay? Ah, lang verhaal. 21 cent.